aan huisarts Asha Mungra vroegen wij om een reactie ten aanzien van de huidige COVID-situatie in het land. Mungra illustreerde dit met een voorbeeld welke zij zeer recent heeft meegemaakt. De situatie heeft gemaakt dat zij ook moest bellen met verschillende collega's, met verschillende specialisten die allen aangaven in wat voor benauwde, in wat voor moeilijke situatie thans de zorg is. U hoort Asha Mungra, huisarts. Een paar dagen geleden heb ik een ervaring gehad die heel erg veel indruk op mij heeft gemaakt. Ik wil daarover eerst beginnen. Omdat we natuurlijk als arts constant werken, monitoren ook op onze manier. Maar ik werd geconfronteerd met de realiteit waarin we nu zitten. En dat heeft me eigenlijk zo beangstigd. En ik was ook geschokt dat we in zo'n situatie zijn geraakt. En als ik het ervaar als arts, dan denk ik, waarmee zijn we bezig? Dit is een zeer ernstige situatie. En natuurlijk, ik vraag me af in hoeverre het volk hiervan bewust is. En in hoeverre werkelijk ook de autoriteiten hiervan bewust zijn. Wat we eigenlijk hebben meegemaakt. Als u het goed vindt, wil ik even vertellen, mijn ervaring. Ik werd een paar dagen geleden, dus werd ik om 3:00 middags gebeld door een patiënt van mij. En die vroeg dus dat zijn vader erg ziek was en hij kon de huisarts niet bereiken en als ik dan advies kan dienen. Aan de hand van het verhaal wat ik hoorde, die hij vertelde over zijn vader, die kan dus in ieder geval een man op leeftijd te zijn, en hij zou dus verschijnselen vertonen, die zouden lijken op een, denken aan een halfzijdige verlamming, dus een beroerte dat die persoon gehad heeft, en dat hij dus ook nog wat warm aanvoelde. Nauwelijks aanspreekbaar, niet goed aanspreekbaar, dat heeft eigenlijk sinds de vorige dag, vorige avond geduurd. Toen ik het verhaal zo hoorde, dacht ik van, hé, zo iemand moet opgenomen worden. Ik bedoel, iemand die niet bij is, die moet dus in ieder geval opgenomen worden. Ik heb toen gezegd, oké, ik ga kijken wat ik kan doen. Ik heb gebeld naar de EHBO, ik heb de casus voorgelegd. En de EHBO-arts die zegt van, oké, die zou vragen en me terugbellen. En die zegt dus tegen me van, ja, de patiënt moet thuis blijven. Die mag dus niet naar het ziekenhuis komen. En ik gaf dus aan, iemand die verlamd is en niet bij is, een beroerte heeft gehad, die zou toch in het ziekenhuis moeten komen. Maar suspect COVID, moet je altijd rekening mee houden. Ik zeg, maar wat kan ik doen? Toch? Toen zegt hij van, ja, nou, hij heeft dus overlegd en ik moet de patiënt dus eigenlijk thuis laten blijven en een aspirintje laten drinken. En ik zei, hoe geef je iemand die niet bij is, hoe ga je die persoon een aspirintje geven? Die man kan al, die drinkt al niet, kan niet eten, dus hoe ga je aspirintje geven? Ja, nou, wij kunnen niks doen, laat biologie zwabben. Ik zeg, oké, prima, ik bel naar biologie, ik leg daar de casus voor. Ik vraag van, kunnen jullie iemand sturen om te gaan zwabben? Ik stuur dus de informatie met adres, et cetera. Ja, het komt in orde. Op een gegeven moment, tegen 7:00 s'avonds, ik denk dus biologie is geweest daar naartoe. Tegen 7:00 kreeg ik een bericht van die zoon. En die zegt van, weet u misschien hoe laat BOG komt om te zwabben? En ik zeg van, hey, is BOG nog niet geweest? Toen zei hij nee. Dus ik natuurlijk denk van, ja, dit klopt niet. Ik bel dus weer naar BOG, dus de COVID-hulplijn, dus artshulplijn. En degene die toen waarschijnlijk dienst af, die zegt van, ja, ik weet hier niks van. Ik zeg, maar dat kan niet. Kijk maar naar mijn app. Het is gestuurd. Nou, die wist dus niet. Ik zeg, oké, laten we kort zijn. Ik stuur nu weer de gegevens. Kunnen jullie alsjeblieft nu wel iemand sturen? Maar ditmaal sturen ambulance om die patiënt mee te nemen. Want die man is al urenlang, kan hij niet eten, kan hij drinken, niks. En gezien dus het ziektebeeld, moet zo iemand in een ziekenhuis worden opgenomen. En dan kan je dus, wanneer je de patiënt opneemt, isoleren. Wanica ziekenhuis, dat is echt waar, als je denkt aan COVID dan. Kan je daar een swab doen. Intussen kan iemand bijvoorbeeld wel gestabiliseerd worden, infusie, dat hij dus wat kreeg. En dan kan je onderzoek gaan doen wat je verder wil doen. Ja, toch was zo. Iemand moet opgenomen worden. Ja, prima. Ze zouden ambulance sturen. Op een gegeven moment, tegen 10:00 s'avonds, denk ik, hoor niks. En ik kijk en die zoon, die belt op toen. Die zegt van, ja, dokter, weet u hoe laat de ambulance zo langskomen? En ik zeg, is de ambulance niet geweest? Toen zei hij, nee. Hij wacht nog steeds. Dus ik dacht, ja, maar dat kan niet. Dus op een gegeven moment bel ik dus weer daar naartoe en ik zeg van,
ik bedoel, hoe kan dit? Ik zeg, jullie, de ambulance zou gaan. Zoon zit daar te wachten de hele tijd. We zijn bij 3 uur verder. Hij zegt, ja, we hebben een app gestuurd. Ik zeg, oké. Hij zegt, de ambulance kan niet. En ik keek naar mijn app. Er staat een, er is een bericht gestuurd van de ambulance weigert om te gaan. En ik denk, de ambulance weigert om te gaan. En iets met, ja, de arts moet vitale functies gaan bekijken. Dus de ambulance, die zeggen, de arts moet vitale functies gaan kijken. En ik bel die man terug. Ik zeg, wat voor zin heeft dit? Ik zeg, iemand die, van wie gezegd wordt, of tenminste weet dat COVID heeft, dat kan de arts monitoren, et cetera, en vitale functies. Ik zeg, dit is een klinisch beeld van iemand die een CVA, dus een beroerte heeft. Dus dat heeft dit op dit moment geen zin. Die patiënt moet gewoon opgenomen worden. Nou, hij zou overleggen. En op een gegeven moment zegt hij van ja, met de internist die zegt van ja, de patiënt moet thuis blijven. Die kan niet opgenomen worden. Dus ik had zoiets van, maar hoe kan dat? Begreep ik? Ik zeg, maar hoe moet die patiënt dan gewoon thuis beleven? Moet die patiënt gewoon doodgaan thuis? Toen zegt hij van, ja, nou, ik weet het niet. Ik heb toen gevraagd, naar de wie het dienst toen de internist was. Ik heb dus samen zelf gesproken met de internist. En ik heb dus toen gezegd van, ja, maar hoe kan dit? Ik bedoel, we zijn sinds 3 uur 's middags bezig. Ik heb verteld wat er is gebeurd. En ik zeg tegen hem, de ambulance, tenminste, er wordt een bericht, de ambulance weigert om te gaan. Ik zeg, hoe kan dat? En dat die patiënt, kreeg ik ook dat gezegd wordt, dat die patiënt thuis moet blijven. Dat betekent dat die patiënt thuis doodgaat gewoon. Begreep u? En ik zeg, ja, dat snap ik niet. En de internist, die was duidelijk, zag je wel, moet ik zeggen. Die was helemaal op. En ook gefrustreerd, merk je ook. Toch, dat je zegt, zeg van, ja, ze zeggen, als je van, we kunnen niks doen. Toch, ik zeg, waarom reed die ambulance niet op? Hij zegt, de ambulance kan niet rijden van BOG, omdat de ambulance stuk is. Ik zeg, oké dan, en wat dan? Er moet toch een alternatief zijn? Toen zei hij, ja, RGD, ambulance ook, maar RGD, ambulance heeft geen zuurstof, dus die gaat ook niet uitrijden. Ik zeg, dus dat betekent dat wanneer mensen worden opgenomen, moeten worden opgenomen, dat de ambulance niet gaan uitrijden, dus die mensen moeten thuis blijven. En toen zei hij, maakte ze dan de opmerking, zeg, ja, we hebben, de hele dag hebben we hiermee al te maken. Snap je? Dus duidelijk echt gefrustreerd en dat ze denkt van, hey, ik weet het ook niet. En op een gegeven moment zei ik tegen haar, ik zeg maar luister, ik zeg die patiënt, toch, waarom kan die niet opgenomen worden? Toen zegt ze van, ook al zou de ambulance kunnen rijden, dan nog, de ambulance moet de patiënt ergens afleveren. En de patiënt kan niet afgeleverd worden omdat er nergens een plaats is. Ik zeg aan Wanika ziekenhuis, toen zeiden ze, nee, we hebben geen Wanika ziekenhuis, hebben we geen plaats waar iemand kan worden opgenomen, alles is vol. En ik had zoiets van, oké, en wat nu? En ze zegt, ja, we kunnen niks. Ze zegt, we zijn helemaal ook, iedereen is, vindt het verschrikkelijk wat we meemaken. De artsen zijn helemaal, ja, ze weten ook niet wat ze meer moeten doen. Ik zeg, de eerste lijn is helemaal kapot, de tweede lijn, wij ook. We hebben ook verder, zijn we ook helemaal moe van de situatie. We kunnen, wij zijn zelf ook, we weten niet wat we hadden moeten doen. Ik zeg maar, wat nu? Moet die patiënt dan? Ik zeg, ja, die patiënt zou thuis moeten blijven. Ik zeg maar, dat betekent dat die patiënt thuis gewoon doodgaat. En dan moet je nagaan dat de patiënt daar ligt. En de familie, in dit geval ook de zoon, die moet gewoon toekijken, machteloos, hoe je vader gewoon sterft en langzaam sterft. En dat is een verschrikkelijk iets om mee te maken. Toen zegt ze, ja, maar je kan niks doen. We kunnen niks. Als je ergens die patiënt naartoe kan brengen, wat kan je doen? Je kan niks doen. Dan moet die patiënt, dat is de situatie waarin we nu zijn. Alles zit vol. En toen op een gegeven moment zei ik zeg, ja, maar oké, en wat nu? Toen zegt ze, ja, ik zeg, maar stel dat die patiënt geen COVID heeft. Het kan dat die patiënt wel niet, maar het kan dat die man geen COVID heeft. Toch, dan zou toch iemand wel opgenomen kunnen worden. Toen zegt hij, ja, dan moet je gaan swabben. Ik zeg, ja, maar hoe kan ik het? Het is nu 11 uur 's avonds was het toen. De swabfaciliteiten hebben wij als arts niet. En bovendien, als je gaat swabben, hoe ga je dan laten testen van iemand is positief? Dus dat slaat op niks, dat kunnen wij, dat kan ik niet doen. En op een gegeven moment, ja, ik zeg, nou, dat kan ik niet doen. Toen zegt hij van, ja, daarom zeg ik, er is niks dat je nu kan doen. De situatie is nu eenmaal zo, dat je niks kan doen. Dus, dokter Mungra, moeten we als gemeenschap, moeten we als volk genoegen daarmee nemen van we kunnen niets doen? Dus daar kom ik nog naartoe. Ik vertel u gewoon de avond wat ik meemaak als arts. Toch? En op een gegeven moment zeg ik zeg, oké, maar wat nu? En ze zegt tegen me, ja, je kan niks. Dus het enige wat je kan doen is eigenlijk gesprek gaan voeren
om de familie erop voor te bereiden. Dat het dus niet goed gaat, zal gaan en dat uiteindelijk natuurlijk de patiënt komt te overlijden. Oké, dus ik had dus geen enkele keus meer. Machteloos zei je daar als arts. En op een gegeven moment, ja, ik ging toch verder denken. Ik dacht, ja, maar wat kan ik doen? Ik vond het vreselijk om het te accepteren. Toch? Ik bedoel, als arts. En u weet het, als arts het beroep dat je kiest is eentje omdat je eigenlijk van mensen houdt en mensen leed niet kan aanzien dat je alles doet. Hoewel misschien mensen alleen dingen nog proberen het uit te zoeken, maar dat is heel moeilijk om voor de arts om te zien dat iemand doodgaat. Dat wij zijn getraind om alles te doen om mensen in leven te leiden. En als je nu hier tegenover staat, dan voel je je machteloos. Dus op een gegeven moment begon ik echt te denken van, weet je wat, misschien kan ik eigenlijk een test vinden, weet je, die PCR-testen om te gaan doen. Dus ik begon s'avonds een paar mensen te bellen, hebben jullie een test, dat ik eigenlijk een sneltest dat ik kan gaan doen? Nou, niemand die had wat. Op een gegeven moment was het inmiddels 12:00, ik bel mijn oudere broer op de gynaecoloog, ik zeg, heb jij een test? En die schrik wakker, hij zegt, ja, ik heb geen test. Ik zeg, ik lag hem de casus voor. En hij zegt, maar Asja, het is 12:00 s'avonds. Al vind je test, wat ga je doen? Ik bedoel, waar woont die patiënt? Ik zeg, ergens helemaal in Noord woont die patiënt. Ze zegt, maar ga je 12:00 s'avonds naar Noord rijden? Toch? En ik besefte toen, ik zeg, hoe je werkelijk, het is 12:00 s'avonds. Maar ja, je probeert toch nog in ieder geval geen test. En toen zei hij ook, hij zegt van ja, en stel je voor je komt daar en je zou bijvoorbeeld iemand zuurstofbehoeftig zijn. Wat ga je doen? Waar ga je om 12:00 s'avonds zuurstof vinden? Als de ziekenhuizen, of allemaal, tenminste, ik heb ook ziekenhuizen benaderd in die tijd. Heb ik ook apps gestuurd naar internisten en ziekenhuizen van, hey, kunnen jullie patiënt opnemen? En iedereen zei, we zijn vol. Dus dat had ik al geprobeerd. Toen zei hij, als alles vol zit en dicht zit, als het ware, waar ga je zuurstof vinden om 12:00 s'avonds? Als je iets mocht doen om je patiënt toch te willen helpen. Je kan ergens 12:00 s'avonds in de zuurstof vinden. Snap je? En de hele avond heb ik dus echt niet kunnen slapen. Ik vond het verschrikkelijk. Want beseft men hiermee waarmee we bezig zijn? Ja, toch? Je hebt dus aan deze kant dat wanneer er geen plaats meer in is in ziekenhuizen, en dat is dus nu het geval wat ik heb meegemaakt, dat je geen keus hebt dan in ieder geval dat jij de patiënt thuis moet blijven. Toch? En dat de patiënt gewoon thuis kan doodgaan. En je staat er. Je staat erbij, je kijkt ernaar. Je staat machteloos. Dus in die situatie zijn we nu verkeerd. En dat families dit ook weten. Dat dit op een gegeven moment hun te wachten staat. Ja toch? Dat je in dit geval moest de zoon zien hoe zijn vader daar ligt. Tot de hele ochtend, de hele avond heeft hij gekeken. En dan denkt hij van, hé, je staat machteloos. Je kan niks doen. Niemand wil je vader opnemen. Nergens kan je gaan. Zelfs zuurstof zou je niet kunnen krijgen. Want waar ga je 12:00 s'avonds zuurstof vinden? Snap je? Om te kijken dat iemand, wat heeft die patiënt? Heeft hij wel of geen COVID of wat dan ook? Maar dan nog, zou je in een ziekenhuis waar die patiënt kan isoleren, kan je ook swab doen in die tussentijd, leggen infuus, kijken in die tussentijd naar het lab in ieder geval, om die patiënt te stabiliseren, dat hij een menswaardige behandeling krijgt. En indien de patiënt het ook niet zou halen, dat hij op een menswaardige manier komt te overlijden. Is dat wat we eigenlijk naartoe streven? En de manier, dit wat we meemaken, dit is van, hey, weet men dat men hier te wachten staat? Een internist die ik hem belde in een ziekenhuis die avond ook, van een perifer ziekenhuis, die zei ik ook van, hey, kan je de patiënt niet opnemen? En dat, toen ik hem vertelde, dat we niet vond, die triest, hij zei, we hebben niks, we kunnen niks opnemen. En die zei ook dat dit triest is. En die maakte de opmerking, hij zegt, en als dit de situatie is ook, dat in Wanica ziekenhuis, zo iemand in Wanica ziekenhuis moet worden opgenomen. En als dit de situatie is, dan zijn we eigenlijk in code zwart. En mijn probleem is, weet men dat we code zwart hebben? Want ik zie de media, die zit wel mooi natuurlijk. Elke dag kregen we alle cijfers mooi gepresenteerd. Zoveel van dit, zoveel van dat. Weet men wat de situatie werkelijk is, wat daar buiten gebeurt? Van mensen die wel ziek worden, ernstig ziek worden. En dat dit de consequenties is, dat op een gegeven moment als je nergens terecht kon, dan gaat je patiënt, gaat je persoon, jouw geliefde gaat gewoon voor jouw ogen daar sterven en je gaat er gewoon tegenaan moeten kijken. Is dat machteloos? Ja, zaken worden nog te veel verbloemd? Ik vind, weet men dit? Want ik heb de media daar hoeven niet horen praten ook. Ja toch? Ik heb laatst een persconferentie gevolgd en als ik naar die persconferentie kijk,
dan zie ik dus in ieder geval de directeur van AZ, die heel bezorgd daar zegt van luister, we hebben geen plaats meer, we hebben geen faciliteiten, we hebben in ieder geval geen mankracht en de situatie is zeer ernstig, geef zij aan. Ja toch? We hebben de directeur van Wanica, die geeft aan ook van luister, we hebben maar 50, we hebben 130 of zoveel bedden, maar we kunnen maar 50 bemannen, geeft die aan. Die geeft ook aan van, hey, ik wil wel, ik heb ruimte, maar er zijn maar mensen, die dus in ieder geval de voorzieningen, wat mankracht betreft en dingen, is maar voor 50 mensen. Ja toch? Ik hoor daar in ieder geval de mevrouw Nanan Pandi, de coördinator, die geeft heel mooi en goed wel de cijfers aan, toch? En waarbij ook gezegd wordt of gewezen wordt dat 93% van de opnames zijn van de niet-gevaccineerden, et cetera. Nuttige informatie die we kunnen zien. Waar ik in feite van schrok is de presentatie van de directeur van Volksgezondheid. Daar stond ik stil. Ik dacht, oké, en nu hoor ik wat. Als de directeur van AZ en de Wanica ziekenhuis aangeeft van, hey jongens, we willen maar, we kunnen verder niet, help ons. Want dat is eigenlijk de hulpvraag. Dan hoor ik daarna de directeur van het ziekenhuis natuurlijk weer vertellen over het aantal, bla bla bla, toch? Maar het maakt bij mij indruk, is net wanneer je naar een voetbalwedstrijd kijkt, de opstelling die bij mij die indruk opwekken. Toch, het leek net een verslaggever die gaat vertellen, jongens, hey, zoveel is het nu, hè? De score is zoveel, et cetera, en het is COVID, weet je, de corona versus versus het volk van Suriname, en de stand is nu dit, 600, zoveel eigenlijk heeft corona gescoord nu. Dus dat eigenlijk wordt indruk gewekt. Want je gaat me vertellen hoeveel corona nu heeft, en elke keer hoor je van zoveel gevallen heeft corona, is corona positief, dit en dat. Ja hoor, en je moet vaccineren, oké, dat weten we ook, absoluut, dat is heel goed om te doen. En de voorlichting die gegeven wordt. Maar je vertelt me niet, wat ga je doen? Daarvoor ben jij degene die beleid moet maken. En het leek alsof, bij wijze van spreken hoor, niet vervelend bedoeld, maar mij kwam het bijna luguber over, alsof je het ook nog spannender maakt, die wedstrijd hier. Want je gaat ons wel vertellen dat eerder bij de vorige golven, hadden we wel studenten hoor, die eigenlijk ingezet werden, die allemaal hadden geholpen en werkelijk, het was goed gegaan. We hebben mensen gehad uit Nederland hier naartoe gekomen waren, die ook eigenlijk ook de ontlasting was voor de specialisten die ook al helemaal uitgeput waren. Dan ga je ons ook dat vertellen, van, dat hadden we allemaal hoor, maar nu hebben we geen mankracht. Met andere woorden, je maakt het nog spannender, want nu zijn we midden in de vierde golf en corona, die wint nu 600 zoveel zijn we. Maar ja jongens, we hebben nu in ieder geval die studenten niet meer, die zijn weg. En ja, en nu hebben we de buitenlandse artsen en specialisten niet, die zijn ook weg. Dus ja, vervelend hè, we hebben geen mankracht. Ja, maar wat doe je eraan? Heb je ons verteld hoe je dat wel gaat oplossen? Maar daarvoor zit jij daar toch? Of ga je ons morgen weer komen vertellen, ja hoor, en de stand is nu, corona heeft zoveel, dat heeft zoveel mensen in ieder geval, het volk, en zoveel niet-gevaccineerden zijn, weet je. Dus het leek op een verslaggeving die we kregen. Maar jij moet het beleid maken als jij weet dat met al deze voorzieningen die we hadden, ja, buitenlandse mensen die zijn komen helpen, studenten die helpen, dat je daarmee de derde golf die we hadden, dat je dat goed doorheen bent gekomen, toch? En je weet, regeren is vooruitzien. Ja, toch? In dit geval ook met een epidemie. Je weet dat de vierde golf al aankwam. Wat heb jij gedaan? En dan vertel je ons mooi hoor, ja, het gaat stijgen. Men wist dat in september was het al voorzien dat het zou stijgen. Wat heb jij gedaan? Nadat je ons zit te vertellen, ja hoor, het wordt nog spannender, want nu zijn die artsen er niet. En die mensen van buitenland komen er niet. Ja hoor, en mankracht, dat is echt wel een probleem hoor. Terwijl de directeur van AZ er zit te zeggen van, luister hier, we kunnen niet meer. Die mannen, die Wanica ziekenhuis zegt van, ik heb bedden, maar ik heb maar 50 bemand. Wat ga jij doen? En dat mis ik ook van de journalisten. Waarom hebben ze niet gevraagd aan de directeur of het beleid, je weet dat dit gebeurt. Toch? Ik heb in ieder geval geleerd, mijn vader die zei altijd toen mijn probleem hadden opgelost. Ik zeg, pa, denk jij dat het probleem nou is opgelost, we rust hebben? En hij zei, nee, wanneer er een storm geweest is, moet je daaruit lering treffen.
zodat je je voorbereidt voor de volgende storm die moet komen. Welke leerlingen hebben de Syrische mannen getroffen? Hebben ze enige leerlingen eruit gehaald? Hebben ze maatregelen getroffen? Je staat voor een vierde golf, je zegt tegen me, je hebt geen mensen hoor, nee, die hebben we niet. Dat vind ik heel erg. En dat vraag ik ook van, hebben jullie als journalisten gevraagd, wat gaat er gebeuren? Heb je gezorgd voor mankracht? En de minister die voordat hij naar Nederland vertrok, heb ik begrepen, heeft hij gezegd, het is een verantwoordelijkheid. Toch? Van het volk, dus de mensen. Maar de regering, ik bedoel staatszorg, gezondheidszorg is staatszorg, hè. Het is heel goed, dat moet ik de minister meegeven, dat hij gezorgd heeft dat er al die vaccins mogelijk zijn. Ik bedoel voor zwangeren, die Pfizer, allemaal dat er gekomen zijn. Er is keuze genoeg, dat heb je nergens geloof ik in zo'n land als bijvoorbeeld in een Caribisch land, dat we dit allemaal geloof ik hebben gehad. Ik denk dat het heel goed is wat hij gedaan heeft en daar mogen we wel dankbaar voor zijn. Maar de follow-up nu, je kan niet zeggen van luister, of tenminste als dat het idee is, laat hij het zeggen. Dan weten we van, ik heb dit, is het en verder is het jullie verantwoordelijkheid. Met andere woorden, virus mag waaien, ja toch? En verder, wie overleeft, overleeft. Eén, er wordt dus niks gedaan dan om ervoor te zorgen dat we meer mankracht krijgen en dat we in ieder geval de middelen hebben, et cetera. Daar heb je niks gedaan. Want als men nu zegt van luister, de artsen, huisartsen, die moeten zuurstof gaan toedienen, hoe ga je dat doen? Ik bedoel, dan ga je alleen maar zorgen dat er werkelijk meer doden kunnen vallen. Snap je? Eén, wanneer je zuurstof moet gaan toedienen, dan moet je natuurlijk de zuurstof hebben. Ik weet niet, als je dat bij BioG kan ophalen, dan moet je een trafo of hoe dat ding hebben. En dan moet je huisarts daar naartoe gaan. Hoeveel huisartsen, misschien heb je huisartsen die een kleine praktijk hebben, die daarna vrij hebben, die het misschien kunnen doen. Ja, toch maar een normale arts die reguliere patiëntenzorg heeft. Ik hoef naar mezelf te kijken. Ik heb dus elke ochtend polie, dat heb ik 3 keer in de week, heb ik 's middags polie. Dat betekent tussendoor heb ik nauwelijks tijd. Als ik 2 uur klaar ben met de polie, nou, dan ga ik mijn zuster brengen naar derde eeuwen. Want dat mensen natuurlijk, je weet, iedereen heeft het financieel moeilijk, ook die verpleegkundig, en in een bus zitten, gevaar voor mijn patiënten. Voordat je thuis bent is 3:30, 4 uur, je gaat je boodschappen halen. 4:30 in ieder geval ga je douchen om te gaan eten. Om 5 uur zit je weer voor de poli. Waar heb je tijd? Wanneer iemand tijdens de tijden dat ik poli heb, plotseling benauwd wordt, wat moet ik doen? Moet ik die oude patiënten van me laten, die hier allemaal zijn, waar ook ernstige patiënten kunnen zijn, om te gaan kijken hoe ik daar ga belanden, om naar die patiënten te gaan kijken. En dan moet dan nog zuurstof komen, et cetera. Hoe praktisch haalbaar is dat?